Op 18 december gaf muziekvereniging Sint-Willibrordus uit Kasteren samen met het koor Carmenat een kerstconcert in de kerk. En na afloop was er een gezellige kerstmarkt in gemeenschapshuis De Noord. Buiten was het fantastisch versierd met grote vuurkorven en kaarsen. En nou, concert van plaats in de kerk in Kasteren. En bij de ingang heeft het leerlingorkest de bezoekers verwelkomd met een aantal kerstliederen. Het koor Carmenat bestaat uit 22 personen. We hebben een begeleiding van een bassist, een pianist en een drummer. En voor ons was het een heel leuke ervaring inderdaad om met de muziekvereniging te werken. Ook omdat je er heel veel van leert. En in de kerk klinkt het altijd anders als in een zaal. Dus dat is ook gewoon een genot om daar een keer te kunnen optreden. Kerstconcert bestaat natuurlijk al langer. We doen een aantal jaren, geven wij jaarlijks een kerstconcert, ongeveer de 2 weken voor de kerst op zaterdagavond. Dit jaar hebben we dat voor het eerst gedaan met het koor. En we hebben daartoe van tevoren een aantal keren gerepeteerd. Het was voor zowel koor als orkest een hele leerzame ervaring. Koor Carmenat
zingt bijvoorbeeld op woensdagavond. Wij zingen eigenlijk vrije tijdsnummers, dus niet de kerkelijke nummers op zich. En we zijn eigenlijk 2,5 jaar gegaan. We zijn ongeveer de 22 man mee zijn. Ja, je hebt dus een beetje van de